Goedemiddag. Dauwtrappen vanochtend op deze hemelsvaardag in de mist. Hier zien we een mooie foto gemaakt in Ede. Ook morgenochtend, vrijdagochtend, kan het weer mistig zijn hier en daar. Met name in de zuidelijke helft van het land. Want er zijn nogal wat verschillende weerbeelden morgenochtend. Ja, en vandaag op deze hemelsvaardag ontstonden er veel buien boven België. Ook boven Nederland, hier en daar een bui. Die buienactiviteit die nam in de loop van de middag nog wat toe. En als we naar de weerkaart gaan kijken van komende nacht, dan zien we een band met neerslag, een smalle band met neerslag, boven het midden van het land liggen. Die buien die zijn vanuit het zuiden opkomen zetten. Vanavond moeten we daar nog wel rekening mee houden. Mooie krul daar ook bij, richting het Engels Kanaal. Nou, deze neerslag die trekt naar het noorden en lost deels op. Daarachter opklaringen, maar vrijdag overdag gaan daar wel weer nieuwe buien in ontstaan. En dat gaan we vooral in de middag merken in het zuiden en midden van het land. Zaterdag, ook dan ontstaan er weer veel buien, waarschijnlijk meer dan de vrijdag. En ook zondag wordt een zeer wisselvallige dag met diverse buien. Kortom, buien spelen echt de hoofdrol de komende dagen. En dat komt omdat er eigenlijk geen hoge drukgebied te vinden is op de weerkaart in de omgeving van Nederland. Het zijn allemaal lage drukgebieden hier. Zondagmiddag zien we ook zo'n grote depressie liggen boven Groot-Brittannië met dus die onstabiliteit en die buien. Morgenochtend dan hebben we van alles wat. In het zuiden waarschijnlijk eerst wat mist hier en daar. Dan kan dan de zon gaan doorbreken. In het midden van het land nog wel die band met bewolking waar ook wat regen uit kan vallen. In het noorden waarschijnlijk droog weer met een enkele opklaring. Het is dan rond de 11 graden. In de middag kan de zon wel wat vaker doorbreken. Krijgen we toch meer een afwisseling van zon en stapelwolken. Maar ook dus die buien met kans op onweer erbij. De wind gaat uit het noordwesten draaien, is overwegend matig. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden in het noordwesten tot 17 graden in het zuidoosten van het land. Vooral in de kustgebieden zal het echt wel wat frisser aanvoelen in vergelijking met vandaag, omdat die wind weer van zee gaat waaien. Ja, en dan het weekeinde, ik gaf het al aan, wisselvallig weer met temperaturen rond de 15 graden, veel buien, soms ook met onweer. En begin volgende week verandert er eigenlijk niet zoveel, ook dan zien we nog buien, waarschijnlijk geleidelijk aan iets minder actief. Temperatuur gaat ook iets naar beneden, woensdag komen we uit op zo'n 13 graden, maar nog steeds dat wisselvallige weerbeeld. Nog een fijne dag.